Sport betekent voor mij kracht, vuur, passie en inspiratie. Zijn er vragen dat jullie denken, goh, dat zou ik heel graag willen weten? Hoe oud was je toen je in het Nederland damesteam ging spelen? Toen was ik 16 jaar. Wat zou je voor sport doen als volleybal niet bestond? Misschien zou ik wat tennissen. Ik vind tennis wel heel leuk om te doen. Met volleybal moet je heel dicht bij de bal altijd staan, moet je de bal op je houden. Maar met tennis moet je juist uit de bal stappen en je hebt ook nog eens dat rekken. Dat is heel lang, dus ik vind het zo moeilijk. En ik sla ook gewoon zo hard tegen die bal. Ik ben gewoon aan het honkballen. Ik sla gewoon home runs de hele tijd. Dames, hebben jullie eigenlijk dromen of zo? Dat je denkt van, god, dat zou ik echt heel graag willen bereiken. Net zo hoog komen als jou in volleybal. Mijn tip om zo hoog mogelijk te komen is om altijd door te blijven zetten en altijd te blijven vechten. Het is niet altijd even makkelijk, maar na regen komt zonneschijn. En dit zijn kleine zonnestraaltjes. En dat zijn dan weer de mooie dingen. Dus het kan heel zwaar zijn, maar uit dat zware hou je dan wel weer de prijzen. En daar doe je het uiteindelijk voor. Zolang je maar blijft strijden en in jezelf blijft geloven. Iedere dag weer opstaan met het idee van ik kan dit doen, ik wil dit doen. Dan kan niks of niemand je meer tegenhouden. Wow, wow, wow! Hey, alsjeblieft. Sporten geeft me veel energie en plezier. Superleuke teamgenoten. En maakt me blij. Wat doet sport met jou? Laat het weten via nationalesportweek.nl.